Beste Gentenaar, sinds jaar en dag hebben we in onze schone Scheldestad af te rekenen met immense horden West-Vlaamse rabouwen hier bij ons de boel komen koloniseren. Ze komen hier met excuus dat ze zelf geen Nunive hebben, maar ze vergeten terug te keren en kweken gelijk de konijnen. Ik stel voor om een soort van tegengestelde migratiebeweging in het leven te roepen. En daarom roep ik je op om deze zomer achter de Gentsfeesten als Gent te hoop zijn had zit met een immense troepenmacht West-Vlaanderen te gaan bezetten. En Corrie Alpijs, ja, wat valt er daar nu in hemelsnaam te beleven? In het grootste deel van de provincie helemaal niets. Maar ik pijs dat ik de spot gevonden heb die zo'n invasie toch super plezant kan maken. Oostende, stad aan zee, koningin der badsteden. Niet zeggen dat ik dat vertelde, maar Oostende is wat de max. Je kunt hier van alles doen. Je leidt mini-hole, paardenkoersen. Zijn hier super lekkere tongsjes, een echt casino, kikkerskoten, dino's, lunaparken en een echt station. Immense bronzen blote wijven, zomaar op straat. Wapenpleinen met ingebouwde kiosken. En massa's crème de las. Hoogbouw en laagbouw. Gigantische gaanderijen en thermische paleis. Massa's schone winkels vol topcultuur. Faciliteiten voor wie zich geen polsorloge kan veroorloven. En zelfs een vliegplein. En het beste van al, iemand heeft hier in de tijd een gigantische versie van de Blaarmeersnelheid. Met een zwemput zodanig groot dat er niet op één dag kunnen rondstappen. Allee, mij is het althans niet gelukt. Dus, vrienden Gentenaars, pakt u een auto, uw velo of kom gewoon met de trein om samen met mij West-Vlaanderen te bezetten. Ontdek hoe de Max Oostende is op oostendeiswatdemax.be en win 1 maand jouw appartement met zeezicht. En kijk, ik ben ons beste fort aan het bouwen.